Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol, nog een beetje verkouden, maar ik heb iets leuks op de planning voor vandaag. En de reden waarom ik kan zeggen met caps lock aan leuk is omdat het ook echt serieus super leuk is. Want jullie gaan altijd heel erg goed. Hallo! Een paar kleine fans daar. Jullie gaan altijd heel erg goed op de veilingkarren die ik koop op een veiling. En dan maak ik de koffers open en daar zitten dan spulletjes in. Dat kunnen waardevolle spullen zijn. Het kan ook allemaal troep zijn. Hoe dan ook, het is gewoon leuk om er doorheen te gaan en gewoon nieuwsgierig van wat zit erin. Vandaag heb ik iets nieuws en echt iets super gaafs. Ik heb ooit een keertje via Rutger van jouw veilingen heb ik ooit een keertje wat vuilniszakken gekocht. Dat zijn van die vuilniszakken van AliExpress. Daar zat over het algemeen echt heel erg veel troep in. Maar dan ook echt heel erg veel troep. Dus toen dacht ik van ja, dat ga ik denk ik niet nog een keer doen. Want het is wel een beetje zonde van het geld en een beetje matig. Maar toen kreeg ik een berichtje met het volgende. Enzo, heb jij interesse in een pallet vol met eBay spullen? En toen dacht ik, eBay. Die verkoopt best wel veel vette dingen. Je kan ook dingen verzenden en alles. Dus toen dacht ik van, oké, dit kan wel heel erg sick zijn. Dus we zijn bij Rutger in Alphen aan de Rijn. En hier bij zijn bedrijf gaan we even deze heftruck gebruiken. En gaan we... Hey Rutger. Hey jongen. En dan gaan we de pallet uit de bus halen. Ja. Ik ga wel hier ervoor op staan. Hoep hoep. Zo, daar gaan we. Let's go. Oh, dames en heren, hier hebben we het. Kijk dan. Dit wordt weer schat zoeken. Kijk, er staat ook eBay lost and found. Hij komt echt serieus net van de douane. Rechtstreeks van de douane. 72 kilo. Dus 72 kilo aan gewoon misschien wel hele bijzondere, dure, speciale items. We gaan het zien. Oké, Rutger, doe je ding, want jij kan dat beter dan ik. Ik wil heel even eerst de deuren verder open. Heel erg nice. Let's go! Oh, ik ben zo hyped hiervoor. Oh joh, oh, pas op voor de auto. Oh joh! Oh. Op de Lambo. Oké, doe maar. Oh, als hij om was gevallen. Oh, ik ben zo hyped hiervoor. Oké, wat we nu gaan doen is al helemaal gek. Dit is echt absurd. Maar we gaan dus alles boven openmaken. En ik zal jullie eventjes meenemen. Nou, nog verder hier naar achter. Kom maar mee. En als jij daar gaat staan en dan kan laten zien hoe hoog dat is daarboven. Wow, yo, bro. Daar gaan we dus die spullen heen takelen met de heftruck. Dus dat wordt wel een dingetje. Dus we hebben daar een van die witte vierkanten. Die kan open, dat luik. En dan gaan we die spullen gaan we omhoog liften. En dan gaan we het boven openmaken, want daar hebben we een ruimte gemaakt waar we alles gewoon goed kunnen laten zien. Ik ga het openmaken niet alleen met Rutger, maar ook met Milan en met Myron. Die zitten al boven klaar. Dus ik ben heel erg benieuwd. Als jij een leuk item in gedachten hebt waarvan je denkt, hey, dat zou misschien wel van eBay kunnen komen, zet het even in de reacties of houd het in gedachten en misschien komt je item wel voorbij. En ik ga uiteindelijk alle items die ik vind, tenzij ik ze zelf heel erg vet vind of tenzij Rutger, Milan of Myron een item vet vindt, mogen ze misschien wel houden, hangt ook van de waarde af. Maar we gaan sowieso spullen die we tegenkomen en die uiteraard nog goed zijn, verkopen. Dus mocht je misschien iets tegenkomen in deze video, dan laat ik later in deze video even weten aan jullie waar je dat kan vinden en hoe je het kan kopen. Nou, dan gaan we eventjes naar boven hier ook. Hallo, hallo, hallo. Hey, Milan. Yo, hi. Hoe is het? Ik vertel net over iemands dood. Het is een beetje een rare binnenkomst. Oh. Juice WRLD, man. Damn. Ja, ik vertel net over die laatste 12 uur van hem. Oh ja, dat was heftig. Yo, baas. Hey, Stef. Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, alhamdulillah man. Ja, dit was... Cool man. Yo. Hey, schatje. Hey, jij ook. Heb je hier geslapen? Ja. Oké, okay, cool. Ja, handschoentjes, goeie. Kijk, je weet maar nooit, dames en heren. Je weet maar nooit. Zo, dit zijn goede handschoentjes, man. Meestal heb ik van die skere blauwe, maar dit is kwaliteit. Zit zelfs van het soort... Anti-slip. Anti-slip, ja. Dat is handig. Nou, dan gaan we schroeven. Jij hem schroeven of moet ik hem schroeven? Ja, dan schroef jij maar.
Ja, jij bent echt zo'n handige klusser. Er staat ook op je shirt achterop, H van handig. Handige. Dus jij kan het beter doen. Kijk, professioneel. Zie hoe snel het gaat? Kijk, hier hoe smooth. Ja, lijp. Hier. Hoppa. Oh, dit zijn echt mooie help mijn man is klusser shots. Heel nice. Stef, wil jij eventjes de hamer pakken? Stef was net zo lekker aan het werk. Ik heb die treffen allebei. Ben jij trouwens Stef stuntpiloot? No. En even een platte schroef draaien. En, wil je ook een nat handdoekje halen voor mijn nek? Dat vind ik wel lekker. Moet je wat heel erg doms horen? Hoe oud is Rutger? 3-4. Heel, heel, heel oud. Want hij heeft hier de controls van GTA uitgeprint op een papier. Nog snap ik het niet. Ja. Dan kan je zo oud zijn. Dan word je wel een beetje oud, ja. Kijk, er staat hier koffer, ja. Q. Ja. Reload, R. Ja, dit is wel mooi. Ik kan je voorstellen dat je hier aan het gamen bent. Dat je zo zit en dat je... Oh ja, koffer. Q, auto'd. Ik had wel, moet ik zeggen, zo'n papiertje. Maar dat waren dan de cheatcodes van GTA. Of bijvoorbeeld de codes van Sims. Dat ze dan unlimited geld kregen. Of... Ja. Bij ons is lopen meer dat probleem. Hey, thanks voor de hamer. Hey. Ja, lekker, lekker. Ik kreeg nog wel een piece van Stef. Wow, dit is maar je maakt gewoon je gebouw kapot. Ja, maar we gaan het ook weer heel professioneel weer terugzetten. Oké. Okay. Oh, je hebt kit ook. Ja. Bij de buren. Heb ik. Kan ik iets doen? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Maar die plaat die gaat zo vallen. Ja, moet ik hem beneden opvangen. Ik denk dat hij deze kant op komt trouwens. Heb je dit vaker gedaan? 1 keer eerder met het bureau naar boven. Was dat leuk? Was leuk, ja. Ja, let op, hè. Oké, nu. Kijk. Oh, ja. Het is gelijk heel raar, want we zitten echt hoog, hè. Ja, dat heb je niet door, ja. Nee, dat heb je niet door. Dus als deze weg is, kijk je gewoon goed. Dat is heel gek, ja. Ja, dat is bijzonder, hè? Ziek, hè? Hoe dik is de vloer, zeg maar? Ja, dit is wel hoog, hè? Hoog, hè? Ja, dit is echt... Hallo? Zo! Wow! Hallo? Oké. Dus nu takel je die doos omhoog? Gaan we hem omhoog doen. Oh my god, dit gaat van... Ik zie alles fout. Want hoe gaat die doos hier tussen? Nee, we gaan hem dan hier die open pakketjes eruit pakken. Oh, oké, gelukkig. Ja. Jij dacht dat we die hele doos hier doorheen zouden halen. Oké, zijn we er klaar voor? Doe je de proeven? Okay. Is ze lekker? Dit is een limited edition, proef. Wow, dan moet ik het wel proeven, denk ik, hè? Oh, er is er maar één van in de wereld of zo? Ja, ik ben ook limited edition. We zijn wel 2 jaar over datum. Nee, want ik heb nog meer koekjes. Volgens mij wel. Nee, wat? Wow, het is kou gewoon. Nee, maar serieus, hè? Ja, hij is aan het kritten. Kou! Oh, lekker. Ben je hem helemaal? Ben je hem helemaal? Ben je ook nog proeven? Goed! Doe voorzichtig beneden, ja? Jij blijft boven. Ja? Ik ga Milan naar beneden. Let's go. Is goed? Hey Rutger! Vriendje! Hey, nou, hij start die oude diesel. Ik dacht, we moeten even een touw eromheen spannen. Maar... Hoe gaan ze doen? Hoe gaan we dit doen? Het past toch niet hier doorheen? Nee, maar we gaan toch die spullen uit de bovenkant halen? We gaan niet die hele doos... Oh, je laat hier... niet dat die heftruck hier staan. Ja, dat kan gewoon. Niet per ongeluk tegen de vloer komen dat hij eruit valt, hè? Wow, rustig. Ja, maar op een gegeven moment is hij zo hoog dat wij elkaar niet meer zien. Je moet zo doen. Ja, je moet zo doen. Kom maar. Kom maar. Professioneel, kom maar. Hoger, hoger. Hoger. Kom maar. Kom maar. Nog ietsjes meer onze kant op rijden. 5 centimeter. Nee. Oh, heel gek. Ja, iets naar voren. Naar voren, naar ons! Oh, oh, oh. Yo, dat is veel te ver, gek! Hey, terug! Ja, stop! Ja, dit is perfect! En nu omhoog! 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 Stop! Goed zo! Goed gereageerd! Dit is nice. Oké, nu gaan we het eruit halen. Wow, dit is wel spannend. Oh, kijk dan. Oh, hij kan nog wel iets hoger. Ja, doe mij een heel klein stukje ook naar voren. Doe maar even kijken. 5 centimeter. Vraag in codes, dus 5 + 2 bijvoorbeeld. Ja, 5 + 2 in 1 keer. 5 + 2 in 1 keer. Zie je die pakketjes? Ja, dit is echt interessant, hè? Dit...
En nu nog omhoog. Ja, hoger, hoger. En stop! Dit is echt perfect. Wauw, Rutger. Applausje. Oké, dit is sick, denk ik. Hoop ik. Oh, dit zijn wel lichte pakketjes. Oh, deze is al bijna open. Ik hoop niet dat het fotolijsten zijn. Ja, ik wou net zeggen, wat hoop je dat erin zit? Ja, ik hoop iets van Pokémon. Wauw. Ik hoop iets van inrichting voor het huis. Ja, lampen set of zo. Nee, iets van een spiegel of zo. Ja, een mooie spiegel. Ja, het kan wel breekbare dingen zijn. Ook. Milan, wat hoop jij dat we vinden? Hebben we nog een nieuwe iPhone nodig? Iets voor streaming. Iets voor streaming. Ja, nou, dat is wel leuk. Voor streamen trouwens. Zo'n ringlamp bijvoorbeeld. Wow, ja. Nou, dit is perfect voor streamen. Die moet je apart doen. Dit is echt perfect voor streamen. Oké, gaan we die niet nu openmaken als eerst. En wat wil jij vinden? Wat wil jij? Voor jullie toilet. Ja? Ja. Echt? Maar dat moet er wel in het toilet blijven staan. Voor altijd. Oh, wow, dit is kapot zwaar. Hoe zwaar? Kapot zwaar. Ik hoop niet dat het kapot is. Nee. Maar dit is wel zwaar, hè? Oh, joh. Altijd eBay tape. Wow, maar gaan we alles eruit halen nu? Eerst. Meteen. Ja, dit is wel cool voor thumbnail, zo. Als je dit ja, jij bent YouTube of niet? Hier, een tv of niet? Nee, spiegel. Spiegel, ja. Oh, ik zou dat zo leuk vinden om een spiegel te vinden. Spiegel. Maar echt een mooie spiegel. Zo'n ronde. Het wordt wel steeds enger om de spullen uit te houden. Ik moet steeds dieper. Maar kijk hoeveel interessante pakketjes. Ja, ik ga wel even helpen, ja? Blijf jij gewoon in spiegel. Hier, ook fragiel. Oeh, dat zou kunnen. Oké, Rutger die gaat hem weer verder omhoog doen. Ja! Hey bro, even een stellingmes. Dan kun je dit even zo oversnijden. Oh ja. Maar dit is goed zo. B, C, D, E, F, G. Zo, perfect. Wow, kijk dan. Een mega grote... Statief. Nee. Zwaard. Nee. Spoiler. Hoe heet die chocola? Oh, Toblerone. Ja, Toblerone. Toblerone. Als je nu ziet hoe ver ik hier uithang... Ik ga jou vasthouden, dat zou je dan nooit eigenlijk durven als dit ding er niet is, hè? Maar. Omdat je die hoogte niet kan zien nu. Ik hou je vast. Bedoel je dat meer? Zo, wat staat daar? Oh, je hebt ook een beetje... Ai, wat doe je? Blijf me af. Ja, maar anders heb je zo'n bouwvakkerspleet, dat is niet fijn. Oh, dit is echt... Hierom zei ik... Wow! 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 Wow, ja... Oh, yo, gast. Wow, wat zit hier een in? Xbox One. Wow. Dit is echt... Dit zegt hij met de PlayStation shirt. Ja. Er zitten nog vier dingen in, daar kom ik echt niet bij. Nee, bro, pas op. Met Stef ook gedaan. Wat de heck is dit? Huh? Hey, dit is een uitlaat, denk ik. Zo. Alles is eruit, dames en heren. Rutger heeft de laatste dingetjes gepakt. Hier moet je kijken hoeveel we hebben, gast. Boy, yo. Dit is insane. Oké, dames en heren. We hebben hier in totaal 1200 euro voor betaald. Echt? Voor een hele pallet. Zoveel. Ja, dus laat er wel wat van waarde in zitten. Het moet is niet opengemaakt, hè. Dus ze weten ook niet wat erin zit. Nee. Maar het is wel echt serieus ander level dan die AliExpress dingetjes. Ja, dit is wel next level. Dat is wel het mooie aan deze video, inderdaad. Dit is wel meer next level. Nice. Oké, laten we even tunnel maken met z'n allen. What? Wow. Wow. Check dit, dames en heren. Ik zat op deze doos voor de thumbnail. Wat gebeurde er? Oh my god. Dit ga je niet geloven. Oh shit. Dit ga je niet geloven. Oh, allemaal een kleinere. Doos vol met kleine... Zullen we hiermee beginnen? Wow. Ja. Mag ik beginnen met deze voor mijn streaming? Ja, dat is voor je streaming. Want dit is voor de streaming. Ik zag al dat... Ik doe trouwens deze echt gewoon uit. Want ik zweet me helemaal kapot. Dit is voor is je streaming, hè? Dit is voor mijn streaming, man. 100% natural. Yes. Cigarette rolling papers. Glass clear rolling papers voor die jonko, you win. Dat wordt een goede stream. Nee, ik rook niet, ik smoke niet, dus dat wordt lastig dan. Ja, sick. Ja, alsjeblieft, bro. Ja, thanks man voor stream. Ja, ik jou ook een cadeautje. We gaan weer op deze vibe. Omdat we het hier mogen openmaken bij jou. Zijn er twee? Nee, jij wil deze niet, hè? Dit is jouw cadeautje. Okay, dankjewel. Oeh, nog spannender. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maakt het spannend, jongen. Ja, het was wel even een tijdje nadenken wat ik jou wilde geven. Ja, ja. Zo. Kijk eens even. Ja. Wat is het? Ik weet dat je van knutsel houdt. Oh ja, dit. Ja. Ja. Maar we... Kun je extra lampen aansluiten? Oh, thanks bro. Ja, alsjeblieft. Nice. Ik heb ook nog wat van Myron. Oh, lief. Ja, kom er gezellig bij staan. Nee, je weet altijd wel wat ik leuk vind. Ja, ik hou van cadeautjes geven zoals jullie weten. En ja, dit is iets... Ik kon dit gewoon niet laten staan op internet. Ik dacht, ik moet op dat bestelknopje drukken. Ik moet
dit binnen hebben. Nou, ik ben benieuwd. Het zijn op zich wel schoenen die ik leuk vind. Dus speciaal. Ik weet niet of het mijn maat is. Nou, het zijn wel Uggs. Ja, ik weet dat jij wel Uggs waardeert. Ja, het zijn wel dameschoenen. Het valt me tot nu toe even tegen. Zo gaan we het niet uithalen. Alleen Milan is tevreden. Ik ben tevreden. Hadden jullie het toevallig cadeautje voor mij ook? Ja. Ja, 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 zeker. Dat, volgens mij, Miron, waar had je dat neergelegd? Hieronder, toch? Oh ja, daar rechts in de hoek, inderdaad. Ja. Ja, oh, meen je? Ja, ja, gauw wrapping. Maar waarom is goud voor mij dan? Ja, omdat jij de nummer 1 bent van ons. Gauw gozer. Gauw gozer. Nou, dankjewel. Ja. Ja joh, geen probleem. We hebben een schaar. Nee. Het is wel echt spannend. Kijk eens even. Oh ja. Wij dachten, voor het huis van jou, pas schroeven. Ik zal je vertellen wat het is. Oké. Okay. Dit is de No Flush Expanding Anchor Bolt to secure your toilet seat to the boil. Wow. To the boil. Hey, je dus zei nog iets voor de wc. Ja, dus, ja, 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 ja. Dat zeiden wij nog. Ja, ik ja. Zo los. Ja. Oké, okay, cool. Dit ziet er wel wat veelbelovend uit. Dit was niet het echte cadeau, toch, Enzo? Kijk. Ik heb gewoon een cadeau voor mezelf gepakt. Kijk. Wow, sick hoor. Street trash. Ja. Just when you thought you had seen it all. Inderdaad. Zie je? Dat is ook gewoon mijn maat. 2x XL. Dus ja. Oh, die hadden jullie voor. Ja, want dit is een nieuwe game. Die komt nog uit. Oh, heb je daarom dat shirt aan? Nee, dat is gewoon toeval. Oh. Wow, bro. Ja, die is wel hard hoor. Ja, dat had je echt niet hoeven doen, man. Nee, weet ik. Wow, dat vind ik echt wel hard, hé. Graag gedaan. Ja, dat vind ik wel echt ver gaan dat je zoiets aan me geeft. Wat dan? Ja, nou gewoon vind ik echt mooi, weet je wel. Dat je gewoon iets geeft voor Windows 95. Gewoon. Ja, dat is echt nice. Wat is het? Dit is First Stage. Dat is een nieuwe game. Wauw, check dan. Hier, alle auto's van nu, geüpdate. Ja. Gewoon de nieuwste, zie je? Kijk, de nieuwste Lamborghini is dit. Dus hier de nieuwste Peugeot. Ja, super amazing value edition. Ja, dit is echt sick. Ja, je hoeft niet zo heel vaak te zeggen hoor. Na 1 keer was het gewoon cool al. Ah, oké, okay, cool. Wow, er zit hier dit klein envelopje in een doos. Oh, wat is dat? Wow, nee, dit vind ik sick. Wat? Wow, het is een verzamelkaart. Kobe Bryant. Oh, die is wel echt ziek, ja. Kobe. See you sick. Heel vet. Ik vind hem echt vet, ja. Ja, die is echt mooi. Die kan serieus heel veel geld waard. Dat denk ik ook, ja. Er zijn echt mensen die dit verzamelen. Gefeliciteerd. Ja, Milan gaat dit even opzoeken, dit item. Ja. Cool, dat was echt een heel vet pakketje. Ik zou zeggen, laten we gewoon dit allemaal met z'n allen openmaken. En gewoon openen. En als ze wat vets hebben, dan krijgen jullie het als eerste te zien. Kijk, meer lampjes om aan te sluiten. Hey. En zo, wat ik kan vertellen, hij hoort bij een Hall of Fame. Ja. Van Kobe Bryant natuurlijk. 1996, 1997. En ja, ze hebben hier zo'n hele Hall of Fame en die verkopen ze voor $1800. Gewoon alles compleet. Ja, dus ik denk dat dat kaartje, wat zou dat dan zijn, weet je? Tussen de 10 en de 100. Ja, maar als je net dat kaartje mist, ja. Dan wil je er alles voor betalen. Ja, dat is met alles zo, toch? Ja, als je maar net dat ene schroefje mist voor de toilet. Ja. Bro, als ik aan het poepen ben en ik mis mijn toiletpapier, dan heb ik echt wel een euro voor over, hoor, voor één zo'n rol. Oh my god! Yes! Oh my god, oh my god, oh my god! Boom! Zo. Wow! Ja! Yes! Pokémon, dat is zo'n gegrade kaart. Heel nice. Wow, en deze komt uit 1995, 96, 98, de editie. En dit is serieus. Oh, dit is first edition. Nee. Serieus? Dit is de allereerste druk. Dit is de first edition, de Dark Electrode, nummer 9. Uit het jaar 2000. Wow. Wat cool. Holy shit. Hoeveel is zo'n ding nog waard? Ik heb geen idee. Ik ga meteen een foto sturen naar mijn Pokémon connectie. Ja. Wow, dit is keihard. Kijk dan, schat. Dit is hem. Nee, dit meen je hebt hem gevonden. Dat is hem, ja. Zie je? Kijk dan. En deze is nog beter bewaard dan dit, denk ik, hè? Wow, want yo, kijk hoe goed hij gesleeved is. Die is ook veel waard. $600. $600 voor die Kobe Bryant. Ja. Hoe duur is deze? Ja, dat heb ik net opgevraagd. Maar 24.000. Kobe Bryant is ook de real legend, hè? Dus, ja, ja, sowieso. Ik krijg van mijn Pokémon connectie dat het ongeveer tussen de 50 en 100 euro zou kunnen zijn, denkt hij. Dus hij gaat nog even verder onderzoek doen, maar... Hey. Oh. Alsjeblieft, jongen. Dankjewel. Hey, is dit alweer een cadeautje voor jou? Nee, dat is mijn game die ik heb besteld. The Moments of Glory. Ja, die had ik besteld. Ja. Ja, dat is in zo'n hol. Wow, dat is echt vet. Wow, dat is echt nice. Dat is zo'n tasje. Hier, bro, pak wat uit. Ja, ik schatje, pak gewoon. Wat uit. Jij bent jouw ding. Dit is een dieetpil. Dieetpillen. Oh, hey, er komt echt alles voorbij, dames en heren. Jij was op zoek naar extensions, toch? Is het zo? Human hair. Oh. Dat kan best duur zijn. Ja, dat kan ook echt duur zijn. Oh, dat is echt zo. Je wimpers vallen eruit. Meteen een doosje. Ah, dankjewel. Ik heb zakjes. Dit blijft een beetje een thema. Wat is dat? Dit zijn horlogebanden. Ah. Oh, check dit. Kijk
kijk eens even wat er uitkomt. Iets voor de Honda. Voor de Honda motor. Iets voor een motor. Oei, oei, oei. Zo, maar die kaarten die we tot nu toe hebben gevonden, dames en heren. Wow, dat is super interessant. Die Pokémon-kaart, die Kobe Bryant. Kijk, want dit zijn gewoon allemaal dingen dat je denkt... Wat is het? Allemaal DJ-knoppen, of wat is het? Dat kan je lezen. Dat kan je lezen op die invoice. Ha! 1 miljoen! Ik heb 1 milli, amilli, 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 amillionaire. With my young money millionaire. Wow, yo, dit is keihard. Schatje, wil je deze goed waarborgen? Zeker. Ik vertrouw je ermee, hè, voor een milli. Mag ik hem vouwen of niet? Ik geef mijn vriendin 1 miljoen dollar. En zo, dit is het Clean Beauty Collection. Oh, wow, dit ziet er wel echt heel nice uit. Voor jou 1. En voor mij 1. Hey, een kapstok. Maar wel nice, ziet er echt mooi uit. Dit kan je wel gebruiken als kapstok. Dat is één ding wat zeker is. Het is zo random dit. Maar doen niet valt gewoon uit de onderkant. Het valt gewoon uit de onderkant weer eruit. Oh mijn god, waar is die andere nu dan? Ja, zeg het maar. Oh! Oh, Milan! Maak jij deze dus voor jou? Oh. Ik weet dat je zo'n groot fan hiervan bent. Niet normaal. Ja, sick. Ik heb dit nog nooit gezien. Wow! Mass Effect, de trilogy. Let's go! Van PlayStation Network. Alsjeblieft. Voor PlayStation 3 ook. Helemaal nieuw. Net uit, hè, PlayStation 3. Holy moly. Ik heb juwelen. Ik doe dit allemaal zo bij elkaar in dat doosje. En dan gaan we het later dat bekijken. Maar we hebben ons eerste juweel gevonden. Oh, gezien het bakje is het waarschijnlijk niet heel veel waard. Het bakje is al helemaal kapot. Ah, kijk. Een stekker uit UK. Die gebruiken we hier niet. Ah, screen protector. Oh, dit zijn 4 screen protectors. Dat is serieus legit gewoon geld waard. Oh, wat heb jij? Jouw favoriete muziek, bro. Je zong net Amelie Amelie. Ik heb een cd voor jou, bro. Zo openmaken. Bro. Dit is de shit. Dit is mijn muziek, dames en heren. Ik hou hiervan. Ja, dat is... Dit is mijn muziek. Dit vind ik, hier ga ik elke ochtend met de douche... stap ik erin. Ja. Als ik aan het douchen ben, is dit het eerste wat ik opzet. Welk nummer dan? Welk nummer dan? Ja, vooral... Church in the Wild Move? Wat is dit? Bro, er staat legendary. Ja, dat moet het wel goed zijn. Ik denk dat dit oprecht hard is. Oh, hij moest helemaal niet anders. Alleen, ik snap niet dat dit gewoon zo dan op de kop staat. Dan draai ik het ook om. Ja, maar weet je waarom? Die oude mensen snappen dat niet. Dus die kijken zo en denken, oh, dat is gaaf. Oh ja. Ja, waarschijnlijk wel. Kijk, die zitten zo te kijken en denken, hoe zouden die nummers heten? Even kijken achterop. Ah ja, ja. Dat is wat lullig weer, wat lullig weer. Het enige wat hierin zit is gewoon letterlijk... Oh, wacht, misschien zit er nog wel wat in. Holy shit. Staat erop. Ah, ja, ik zie het. Wow, dit is gewoon echt goud. Wow. Dit is gewoon echt goud. Dit is serieus $104. 1 gram. 1 gram goud. 1 gram gold panda sealed goud. Wow, ik weet niet of je dat met die lens erop krijgt, maar er staat gewoon een panda op. Heel vet. Dat is echt sick. Dit zijn echt gave items om te vinden. Hey, tot nu toe, serieus, oprecht, al veel betere spullen. Ja. Je betaalt dan wel echt even €1200. Ja. Maar als de items die we nu al open hebben gemaakt, als we dat legit verkopen voor die prijs, hebben we het er al bijna uit. Ja, en het leuke is dat het allemaal verschillend is. Bij die AliExpress hadden we polsbandje. Ja. Dat is allemaal verschillend. Klopt, dit is wel echt super gaaf, hoor. Vet dit. Dit is ook echt bijzonder, hoor. Ja, dit vind ik echt tof. Zet ook een heel erg nice. Er redt hier iemand een Mazda. Ja. Ik heb namelijk piston rings voor een Mazda. Piston rings? Ja. Kijk, dat moet je in de Mazda doen. Dat is voor een automonteur. Niet voor de auto, maar voor de automonteur. Ja, voor de automonteur om in de auto te zetten. Logisch. Ja, je hebt gelijk, bro. Je hebt gelijk. Rutger zei hier, Enzo, maak me open. Er kan wel een kaart in zitten. Oeh. Wow, Tony Hawk, bro. Tony Hawk. Ik wist niet dat hij dat had. En dit is een kaart uit... even kijken. Ik weet niet van wanneer dit is. Sport Illustrated Kids. Nou, is voorjaar 2000. Ja, sowieso jaren 90. Een beetje die stijl. Ja. Dat is wel echt heel sick, hoor. Ik ben benieuwd. Maaima gaat dat opzoeken. Hier, bro. Dit klinkt interessant. Je hoort niks. Nee. Nee. Maar soms is ja. Oh, sorry, schat. Zo! Hou je mond! €230. Er staat op internet €230. Hij staat op eBay. Ja. Dat is deze. Ja. €230. €230. Ja, dat is hem. Dit is echt sick. Zit je al bijna op het aankoopbedrag voor die webwinkel. Die kaart is echt een ding, hoor. Maar je moet natuurlijk hier wel echt de juiste persoon voor vinden. Ja, maar eBay is natuurlijk zo groot. Daar zitten heel veel verzamelaars op. Klopt. Ja. En zo. De tweede keer. Tweede keer al. Horlogebanden. Ja. Dit ziet er wel uit als een duurder band. Je gaat van leer. Oh, daar zaten die schroefjes in om ze open te maken. Ja. Heel goed gedaan. Met de bro. Die liggen nu in het tapijt van Rutger. Ja, nou. Woe.
Wat is dit? Ik heb geen idee wat we hier hebben, dames en heren. Dit is wel heel oud, denk ik. We hebben nog een paar te gaan. Dan hebben we dus de eerste doos hebben we gehad. Wow, dit is gewoon een boekje met allemaal postzegel dingen erin. Wat je kan opzoeken. Oh, met informatie. Ja. Nou, je had toch die postzegel, weet je nog? Ja. Ja. Gizmo, ik denk dat het ook een hond is. K9, de K9, ja. Tactical Dog Harness. Dat is wel sick, hoor. Dat kan sowieso verkocht worden, 100%. Kijk, dit is een 14 euro. Een antieke, grote, Victoriaanse vrouw of meisje. Schroot. Hoe heb je die zo snel gevonden dan? Ja, hij doet dat sick, hè? Je kan via Google sowieso. Deed nooit je geheimen verklappen. Oh. Yo, dit is wel sick. Wat jij nu openmaakt. Oh, echt? Oh, maak jij me open? Ja, daar was ik mee bezig. Oh. Maar maakt niet uit. Je pakt er wel eens aan. Ik was gewoon de bon aan het bekijken. Hij ging richting Denemarken vanuit Amerika. En dit is iets wat te maken heeft met mijn favoriete merk. Zo. Een gebrande cd. Dat is gaaf, hè? Zo, dat is echt gaaf, ja. Dik. Je trilt ook helemaal. Ja, kijk. Zo gaaf. Dat is spannend. Ja, nee, dit is een mini enduro owner surfers motorcycle manual. Ah. Dus dan weet je hoe je een Yamaha 1971 JT1 mini enduro, hoe je die een servicebeurt moet geven. Dat staat hier allemaal opgebrand. Zo. Nou, hartstikke mooi. Ja, fijn. Doen we niks mee. Dat had die persoon dus op YouTube kunnen zetten voor iedereen. Maar hij is zo'n guy die dat gewoon verkoopt. Is dit serieus het laatste uit die doos? Niet deze. Over. Want het laatste bewaren we dan voor het beste. The last for best. Best for best. Best for last. The best for last. The last for best. Ja. Dit is wel interessant. Oh my god, wat is dit nou? Wow! Wat is dat? Is dat zo cheating? Sick. Hij denkt meteen cheaten. Dan hoef ik die formulier niet te gebruiken. Kan ik daarmee lopen? Wow, klik je erin, doet die alles zichzelf? Vet. GameShark Video Game Enhancer. Voor Game Boy Color en Game Boy Pocket. Zie je wel, dit is zo'n... Die schuif erin zo. Dit is wel zo'n cheat ding, denk ik. Daar kun je al je spellen opzetten misschien. Wow, dit is wel sick. Ja, deze moeten we even opzoeken. Nou, kies maar eentje uit. Welke wil je openmaken? Oh ja, tuurlijk. Maak me open. Licht. Wat is het? Een stok. Ah, het is een stok. Het is een golfding. Zo! Oh. Golfclub. Het is een club. Ja. Oh, een putter. Wauw. Nou. Wow, dat is gaaf hoor. Ligt eraan welk merk, maar die kunnen heel veel waard zijn. Ja. Ben je er blij mee? Oh, dit is een nummer 4. Zie je dat? Ja. Ja, lekker. Sick hoor. $60. Zo. Ja, staat erop. $60. Nou, ik zie hem hier staan. Voor 230. €230. Dezelfde. Steel 4. Ja, klopt. Laser mild. Nee, je wilde hem niet hebben? Nee, hij is geïnteresseerd niet zo. Geld boeit hem niet. Geef me Fortnite V-Bucks of zo. V-Bucks. Wil je V-Bucks? Ja. Mooi, dat is, mijn kinderen is dat de trigger. Geld? V-Bucks. Nice, dit is top, dames en heren. Dit ziet gaaf uit. We hebben de doos dus helemaal leeg gehad. Maar we gaan er niet vanuit, eerlijk gezegd, dat in deze doos weer allemaal kleine pakketjes zitten. Dus ik denk dat we nu vrij snel er doorheen gaan. Ook moet ik zeggen, er liggen alsnog wel veel dozen. Ja, laten we gewoon verder gaan. Oeh, deze is voor Milan. Kijk. Ja, speciaal voor jou. Wat dan? Dat had Mario goed gezien. Zullen we anders ons de beurt het pakketje openen? Doe maar, ja. Dan gaan we ineens voor ons de beurt. Al wat druk op mij. Bro, wat is dit ding? Ja. Bro, kap. Wat is dit nou weer? Dat moet je tegen Enzo niet zeggen. Boom. Wat is dat? Dit was de hype waard. Wat is dat? Wow, chips. Bro, dat zijn geheugensticks. Het zijn chips. Chips. Die komen we tekort, toch? Chips. Wat voor smaak? Ja, we komen deze nogal tekort nu, ja. Maar voor wat? Ik denk voor een Mazda, zei je toch? Ja. Samsung chips staat erop. Samsung. Zal dat wat waard zijn? Het is een product of Korea. Ik ga even googlen wat ja, dat bro, is. Ja, bro, er staat Samsung op. Het is dus een Samsung SSD voor de telefoon. Dus deze gaat de telefoon in, je geheugen. Wat voor prijs staat erbij? €67. Per chip. Wow. Inkoop. En dan heb je natuurlijk nog dat je hem erin moet zetten. En dan iemand in. Maar hier staat €67 voor 128 gigabyte. Maar dit is 256. Dus dat is twee keer zoveel. Oh ja, oh, dat is hier weggekrast. Ja, je hebt gelijk. En deze is ook 256. En deze ook. En deze ook. Ja, maar hier zie ik hem staan voor €485. En dat is 256 gigabyte. Hoe kan dat nou weer zo'n verschil zijn dan? Maar dit is wel apart. We hebben 5 van deze chips. Dat moet sowieso dus waarde hebben. Maar gegarandeerd. Wat denk jij dat er goed pakjes. Deze. Oké, nou ga je gang. Oké, zware doos. Ja, ja. Ja. Oh. Wauw. Een carburateur. Ja, echt hè? Ja, dat is een carburateur, ja. Mooi. Gloednieuw, hè?
Wat een jongen. Nee, maar dat is top. Die kan je wel verkopen. Nou, kies jij eens een mooi pakketje uit. Ja, ik zou deze wel graag open willen maken. Ja, nou, dat ziet er goed uit. Ik heb nog steeds mijn handschoenen aan. Ja, jij vertrouwt het niet helemaal. Ja. Douane hebben ook altijd handschoenen aan. Ja, klopt. Ja, maar die raken wel echt heel veel pakketjes aan. Wij maar een paar. En we wassen onze handen goed. Oh, maar dit heb je geluk, hè. Dit zijn pakketjes in pakketjes. Wow. Dit is interessant, hè? Oh, dit is gaaf. Ja, echt. Ik ben altijd heel snel enthousiast. Jij bent echt enthousiast zodra je het woord bar stabilizer ziet. Ja, ik zag het woord stabilizer en dan word ik meteen hyped. En denk ik, wow, stabilizer, hoe sick. Bro, dat zijn twee stuks wie die, dat hij vindt hier. Kijk eens even. Kijk dan. Snap je de hype? Oh, stabilisatieband. Oh, nee. Zo. Wow. Kijk eens even. Wauw. Met z'n tweeën. Wow. Wow. Kijk, maar er zit allemaal vet in ook. Ja, vet. Vet hoor. Je moet geen handschoen aan, man. Zou dit de rechte zijn of de linker? Hij is wel zwaar. Je kan hem ook als dumbbell gebruiken. Heel goed. Ja. Wat is het? Dit is een bar stabilizer. Zie je dat niet? Met directe inspuiting. Het ziet er wel professioneel uit met die handschoentjes. Ik dacht, als ik echt uit ga pakken, dan ga ik het pakken ook goed aan. Dat zie ik. Oh, sick. Ja, heel sick. Echt. Zullen we door naar de volgende? Ja, ik ga gewoon vertijnen. Want wie het kleine niet eert, is het grote niet weer. Dus ik begin eerst klein, dan ga ik daarna groot. Dat is hoe we het doen. Waarschijnlijk ben ik dus echt 10 seconden bezig en dan is de volgende alweer. Maar dat maakt niet uit. Kijk. Hoppakee. Je kan van alles zeggen, bro, wat je wil. Je kan van alles zeggen wat je wil over je vet, coole Mazda. Ja? Ja. Maar we weten allemaal... Allemaal. Dat Mazda... Mazda. Uiteindelijk wordt ingehaald door Lamborghini, Porsche, Griekse goden en Nissan. Andersom. Nassim. En Nissan. Nice. Maar je hebt wel gelijk, Nissan outplayed Mazda wel. Zet jij deze op je Lambo? Dat is teringrappig. Als je Lambo logo weghaalt, die zit deze erop. Milan, jij bent weer. Oh, zin in. Nou, ik zat dus te kijken en ik zie daarvoor allemaal dingen liggen. Bas, als jij een stap naar achter doet... En je wil die voor mij pakken waar staat bring return. Oké. Okay. Oh, die is fragiel. Er zit ook een beetje vieze vlek op. Oh ja, inderdaad. Handle with care. Fragiel, thank you. En hier bring return. Kijk, en dit is waarom je handelt met care. Omdat het een complete DJ-set is. Meen je niet? Ja, dit is van DJ Chesto hemzelf. Kijk. Echt? Ja. Wat meen je? Gesigneerd door hem. Gesigneerd en alles. Of is dit Mimus DVD-speler? Nee, dit is een DJ-set, dat zeg ik toch? Maar waarom is hij dan zo vies? Hij is door het festival heen gebracht. Op handen en voeten gedragen. Een paar biertjes overheen gemorst. Kijk. Wauw. Dit is waar je hem voor gebruikt. Top ding. Oh ja, dit komt uit het huis van koning Willem-Alexander, geloof ik. Het stinkt ook een beetje of zo. Ik weet niet waar het ruikt. Ja, het ruikt oud. Het ruikt alsof het bij iemand is geweest. Ja, ik zie dat ze veel gescratched hebben inderdaad. Er zijn veel plaatjes mee gedraaid. Ik heb het gevoel dat dit een antiek ding is, wat nog wat waard is. We moeten niet zomaar dingen kapot maken. Daar is wel dit gaan we niet kapot maken. Nee, zeker niet. Kom erbij staan. En kies even wat leuks. Oh, Maya gaat ook iets voor ze eruit zoeken. Deze. Oké, kijk, net als ik. Want wat zeg je dan als je iets kleins hebt? Kleine niet eert, is het grote niet weer. Mooi. Ja, maar er mist een klep. Ja? Ja, er mist een klep. Hier had een klep gemoeten. Jammer. Ja, dat zie ik ook online. En dat is wel waardevermindering. Cruciaal. Wat is dit? Een beltclip. Wat? Nou, dat is voor je mobiel. Survivor. Hoor. Ready for anything. US military standards. Oh, dit is militaire shit. Oh, hier doe je je telefoon in. Maar dat is wel voor een bepaalde telefoon. Hier. Voor een nieuw iPhone. Maar welke weet ik niet. En dan klik je je telefoon in. Staat hier ergens? En dan is hij overal tegen beschermd. Tegen... shock and drop, sand and dust, vibration, wind and rain. Dat is een heel, heel ziek telefoonhoesje, maar dat is een verouderd telefoonhoesje. Ja, maar misschien heeft iemand nog wel zo'n telefoon. Kunnen we vast verkopen. Precies. Zit er geen bonnetje in of zo? Ja, $11 was het. Ja, met shipping erbij. De rest verzending. We gaan gewoon verder met openpakken, dames en heren. Zal ik nog openpakken? Openpakken. Hey, proteïne! Let's go! Dit is waarom je nooit iets weggooit. Kijk, dit, let op. Dit is echt zo. Je moet nooit zomaar iets weggooien of kapot maken. En ook niet, dan gaan we dit in de stroom doen. Want
Dit is, als dat klepje er nog bij zat voor, wat ik al zei, hè, wat wel op zich een ding is. En als hij werkt, $440. Dat is toch ziek? Dat verzin je niet, hè? Maar die ziet er wel beter uit dan deze. Hij is refurbished. Hij ziet er op zich niet heel veel beter uit. Oh. Alleen de krassen inderdaad zitten hier niet op. Zit hier dan een paar gram goud in dat het zo... Bro, dit is klassiek. Ja, dit wordt bijna niet meer gemaakt. Nee. Dit wordt niet meer gemaakt. Dit wordt niet meer gebruikt. Dat is wel zeldzaam. Maar dan denk ik, wie gaat dat dan nog gebruiken? Ja. Ja. Dat is wel zo. Er is een heel YouTube kanaal die dit soort apparaten opknapt en helemaal opnieuw maakt. En die verzamelaars, die moet je hebben. Dus je kan dit online gooien. Dit kan je voor €200 online gooien. En het is hup verkocht. Dit is interessant. Want dit is weer heel goed ingepakt. Echt heel goed. Ik probeer zoveel mogelijk van de troep erin te houden. Oh, wow! Check dit! Dames en heren, we kijken naar een Radio Shack 12-150 Extreme Rage AM FM WX Shack Hack Paranormal Compact. Wat sick! Serieus dik. Ja, dit is echt vet. Doe hem om je nek en hou hem daar. Dat is mijn nieuwe boombox. Heel sick. Ik denk als je hiermee op het strand loopt, bro, elke chick hangt wat aan wil je. Nee, maar dit is wel echt een lijp ding, hoor. Serieus. Je nieuwe tas, gehad. Thanks. Alsjeblieft. Zo, dit is het zware pakketje. Oh, dit is echt zwaar. Wow. Wat sick, ouwe. Oh, ja. Nou, dit is suspension. Oh, voor een Jeep. Hé, hey, deze heb ik gehad. Dit is een Jeep Trackhawk. Ja. Nee, ik weet niet, ik kan niet helemaal mee lezen. Maar het lijkt een beetje op een Jeep Trackhawk. En die heb ik gehad, die auto. En dit is dus iets voor de suspension. En Marion heeft nu ook weer iets van motoronderdelen. Allemaal een soort van schroeven of zo. Ja, ik wil het wel bijhouden. Marion, ik heb iets voor jullie nieuwe huis. Oh, leuk. Dat is wel gaaf. Heb je het al gezien? Oh ja, jij wou iets voor de inrichting. Ja, ja. Hebben wij nog gekeken. Heb jij dit gezien? Heb je al gezien wat er is? Ja, ik vind het mooi. Hoe heb je dat gezien? Stiekem gekeken. Oh. Zo, hey, een zeepjes set. Een bathroom set. Wauw. Hij is wel mooi, zeker. Oh, dat is voor een nieuwe woning. Ja. Hey, wat lief. Dankjewel. Dankjewel. Nou, dan heb ik hier ook iets voor de nieuwe woning, schat. Dat ga ik ook even openmaken. Nou, dit wil ik heel graag in de slaapkamer hebben. Je hebt geen idee, hè? Ja. Nee, je hebt geen idee. Je weet niet wat het is. Jij lult gewoon van. Dit wil ik hier hebben, maar je weet niet wat het is. Kijk. Ja, nee, dat snap ik wel. Kan je eigen t-shirts maken. Wat is dit? Volgens mij zijn dat van die dingen waar je... Transfer paper. Ja, dan kun je zo... Ja, dus dat kun je opdrukken. Heel ja. Vet. Nou, cool. Top. Ja, dat is voor in de slaapkamer. Milan, jij moet weer even wat openmaken. Sick. Vind ik ook. Milan even weer wat openmaken. Zin in. Ik zocht iets voor mijn vriendin. Ah ja, maar hier zal ze heel veel plezier van hebben. Ja, vooral ik denk in de nacht. Vooral in de nacht. Dit is voor in de nacht heel leuk om te doen voor je vriendin. Dit is 's nachts heel leuk voor Elisabeth. Ja. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Oh, wij zeggen, jij zei van ik doe voorzichtig. Ik zei net, ik probeer al die schuimpjes in de doos te houden. Ja, dit is het. Ja, voor in de nacht voor je vriendin is dit echt plezant. Plezant? Oh, wat? Nee joh, het is gewoon een hockeypuck. Oh my god, van de Olympische Spelen. In ja, Nagano. Van USA Hockey. Oh joh, dat is wow. Vet. Hij is zelfs gesigneerd. Holy shit, dat is echt gaaf. Ja, dit is wel iets wat zij in de nacht... gebruikt. Ja. Heel cool. Ah, kijk. Ik heb zo'n gevoel dat dit schoenen zijn. Ah, nog beter, sloffen. Hé, hey, sloffen met een steun. Dat wilde jij toch, Milan? Sloffen met een voetsteun. Oh, lekker wel twee banaantjes. Dit zijn van die oude... Oh, mahabis. Wat toevallig ook rijmt op cannabis. Wat ik al de hele dag als thema heb. Jongen. Nou, loop met deze onder de voet. Uit. Doe ze even aan, man. Ja, zal ik ze even passen? Ja, doe. Hoor. Welke maat is dit, bro? Denk gewoon jouw maat. Dat is... 45. Dat is jouw maat. Precies jouw maat. Mijn maat is 43, gauw. Maar don't worry, man. Hey, ik flex hem gewoon. Hier, check dan. Kijk eens. Hier, en als je een beetje cannabis wil meenemen, kan je dat zo hieronder smokkelen. Waarom zit dat los? Ja, het is voor die flexibiliteit toch? Oh, ja. Kijk, want dit is voor buiten, dit is voor binnen. Ja, ja. Ja, als je dan binnen in huis gaat, dan doe je deze af. Ja, dat is zo. Moeilijk op weer. Nee, dit is niks, man. Nee, maar maak je hier een foto van, zoek het op. Ik denk dat je schrikt. Alle stabiliteit is weg. Ik denk dat stabiliteit kost geld. Dat is... denk ik. Nu ga ik echt even iets openmaken voor Bas. Hoor. Want Bas is ook wel lekker bezig, lekker aan het filmen. Dankjewel daarvoor dat je dat wilde doen. Dus even een cadeautje. Oh, kijk, je kan hem vastmaken. Kijk. Hier en dan. Ja, dat is sick, hè? Ingenieus noem ik het. Kijk, bro. Kijk, bro. Keihard. The Wild Racing. NASCAR. Boy, is toch lijp? Bas? Heel ziek. €120 op de officiële site. Kijk maar, joh. What the fuck heb jij nou op je hoofd? Ja, bro. Racing pad. Hey, bro, €120. Ja, zie, dat zei ik al, hè. €120. Ja, goed hoor. Thank you
For buying the Armani Exchange men's coat. That is always very expensive, hè? Eh? Oh mijn god. Praat met me, wat is met die puk? Nou, het ligt eraan wie het is. Ik kan nog niet vinden wie het is. Maar hier is eentje, precies dezelfde. Oh ja, Daniel. En die is $130. Zo. Dus, maar jij, het ligt natuurlijk aan de speler. Want ik zag net eentje, dat was denk ik een dame. Was Lisa Miller. En die was maar $40. $40, ja. Dus wie is nummer 39? Ik kan het niet lezen. Kan iemand het handschrift lezen? Nee. Ik voel me te fancy om te lezen überhaupt. Is het wat? Of ik stink een beetje naar oude man. Ja, het stinkt inderdaad naar oude man. Ja, dat kan ook gewoon ik zijn, maar... Hey, Harley Davidson! Dat is toch hier? Dat is gewoon een hoodie. Gloednieuw. Maatje Bas. Wow. Ja, 2x XL. Ja, dit is gewoon een Harley Davidson. Hier, check dan. Ja, dat is sowieso wel wat waard. Dat is echt wel wat waard. Deze is heel zwaar. Deze is heel zwaar. Oh, zo! Ja, dat was die, ja. Deze is echt zwaar. Yo, wat is dit dan? Oeh, dat is heel oud. Ja. Ruik je dat? Ja. Ruik het. Willys Night. 1930, 1932. Waar gebruiken ze dit voor? Oh, ruikt naar olie. Ik weet niet wat het is. Ja, dit is van Willy, bro. Heel bijzonder. Ik ga hem teruggeven aan Willy. Ja, wat is dit dan voor mega zware gadget? Heel goed ingepakt. Wow! Dit is van Yamaha. Wat de heck, maar wat is het? Oeh, hij plakt heel erg. Allemaal olie. Ja, ik denk dat dit... Dat kleine motortje van jou, je hebt geen ketting toch? Nee. Ik denk dat het zoiets is, een cardan of zo. Voor achter. Een cardan? Ja, dat denk ik. Nee, hier zijn die handschoenen wel handig voor. Ja. Hoe ruikt het? Lekker. Ik vind het altijd lekker. Ja, ruikt wel lekker. Oh nee, man. Man! Jij zegt ja! Met z'n tweeën! Ja, ja! Nee, op het begin wel. Nee, daarna niet meer. Dat was echt raar, denk ik. Ik rook iets vies, jongen. Ja, staat hij. Cardan, wojo. Wow, het is een cardan. Carter. Gewoon een carter. Een carter. Sick, die gaan we verkopen. Zullen we kijken wat hierin zit? Is het gewoon een televisie, of niet? Ja, volgens mij wel. Ja, dit is gewoon een tv, ja. Ja. Het is een computer. Oh, ja. Lijkt het op, omdat er een muis en een toetsenbord bij zit. Is het niet zo'n beeldscherm die ook functioneert als computer? Ik denk het wel, want je kan hem ook daar aanzetten. Zie je dat? Dus dit is gewoon een computer en een beeldscherm in één. Alleen dan iets ouder gewoon. Hier, zet je hem aan. En hij is uit elkaar. Kijk, ja. Hij is hier we open. We mogen hem aanzetten. Toch? Alsjeblieft. We gaan niks aanzetten. Deze aanzetten? Ja, als Milan zegt aanzetten, dan kan het wel. Milan vertrouw ik meer. Nou, dan is dat jouw project. Ja, dit is even mijn project vandaag. Nou, dan gaan we verder. Kom, schat. Ja, ik ga kijken. Hey, een shirt. Hoopwear. Hey, dat is dope. Dat is van Reebok, dit. Kijk. Ja, ziet er wel cool uit. Ah, een tof shirt. Leuk, deze. Deze wil je openmaken? Ja. Dan maak je hem open. Oeh, wat zal het zijn? Zullen we eerst dit lezen of gaan we kijken? Ik ga wel lezen, ga jij maar kijken. Racing Games. Oh my god. Al erg. Al erg. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Wauw. Niet normaal. Oh, wat erg. Ik heb geen idee wat het is. Schat, dit is super legendarisch. Ja? Ja. Oké. Okay. Echt ziek. Je weet zelf niet eens wat. Je hebt geen idee. Ik heb geen idee, maar het ziet er wel sick uit. We moeten wel bewaren. Ik weet echt niet wat het is. Eigenlijk heb ik zin om alleen maar kleine pakketjes open te maken. Zo, wat is dit? Lijkt wel voor een kartendeksel. Dat doe je daartussen. Dat is zo'n... dat is toch het voor jij dat het dat niet weer gaat lekken, die motorolie. Dit zit in je... hoe noem je dat? Dashboard. Ja, dashboard. En dit is de printplaat die achter je teller zit. Hier zit je lampen zomaar. Wow. Sick, echt? Man. Wat is dit? Wauw. Zo kapot. Oh, jammer. Maar dit is wow, echt anders was dit misschien veel waard geweest. Ik weet zeker dat dit heel veel waard is. Wow, maar dat is echt jammer. Want dit is het origineel stukje van de film. Oh mijn god. Misschien is het alsnog wel heel veel waard dit. Misschien kun je dat nog een beetje knap maken ook. Knap maken. Oh, dit is echt sick. De verzamelaars van Star Trek die geven super veel geld uit. Wow, serieus? Een original, ja. 35 mm filmrol. Gepresenteerd, limited edition. Met een handtekening erop. Yo. Holy shit. Dit is echt vet hoor. Ja. Gewoon een origineel stukje limited edition printrolletje van de film Star Trek. Ja, dus dit is van de regisseur. Uit de camera hebben ze gewoon een stukje gehaald. Alleen die is ooit op geschoten, lijkt het wel. Want kijk, ja, door die man van Star Trek. Die dacht, je gaat er niet vandoor met die filmrol. Hé, hey, wat is dit voor knapperd? Dit is van die vampierenfilm. Je moet het binnen 2 seconden zeggen. Twilight. Wow, ja, dat is al goed. Oh wow. My god. Gewoon een handtekening. Ja, je moet binnen 2 seconden zeggen. Ik had nog ineens omgedraaid. Twilight. Gaaf. Ik vind het even serieus. Kijk hem daar nou zitten. Stuntpiloot. Stef, jij wil een cadeautje van mij, hè? Voor jouw harde werk willen we jou even belonen. Kom maar even bij. Applausje voor Stef. Oh.
Stef, kom erbij. Kom erbij. I got a special package for you. It's delivered from the United States of America. All right, I see you. So here's the package. It's a present for you because you are always present here with us and we like that. I got you. This is specially for this you. This is a really nice thing, huh? Whoppa! Hey, bro, I got you. Thank you, man. I got you, man. Is it my size, though? You like that, hè? Ik zeg je eerlijk, het is geen... Oh, het is korte mouwtjes. Tuurlijk, zomer komt eraan. Hey, lekker, grap. Alleen, ja, maatje M. Doe even aan, man. Denk eerder voor Bas, man. Zeg je nou dat hij niet breed is? Ik zei niks, man. Wow. Ik zeg je eerlijk, ik vind het wel een mooi. Ja, bro, dit is zo extreem, hè? Ja, dat is voor die extreme guys, of niet? Ja, of girls. Ik weet dat het een damesjasje is. Ik vind het keihard. Even serieus. €75. Hier, check dan. Kijk dan. Even eerlijk, kom er eens bij. Lekker ding. Hey, jij mag er wezen. Jij ook. Doe even een fitcheck. Fitcheck. Oké, mensen, wat ik vandaag aan heb. Ik heb een North Face windstopper aan. Korte mouwtjes, omdat het zomer eraan komt, dacht ik. Ook die armen moeten natuurlijk bruin. Daarom heb ik gekozen voor de kleur roze met blauw en zwart. En ik heb ook blauwe schoenen aan, dus dat past wel een beetje. En weet je wat het sick is? Ik zei het al aan het begin van de vlog. Maar dit zijn dus van die typische items die dus gloednieuw zijn met kaartje eraan en al. Ja. Maatje M is dit. Zo. Maatje... maatje M. Sorry. Dit is maatje M. En dit maatje M is dus $75. Maar dit zijn dan van die items die ik dan op mijn account zet. Op Vinted. Staat in de beschrijving. Waarschijnlijk wordt het iets van... €45. Dus een koopje. Precies. Dus check dit soort mooie items en veel shopplezier. We gaan door naar het volgende. Stef, ja? Blij? Ja, dankjewel, man. Alsjeblieft. Wil je nog eentje? Ja. Kom maar, deze veel. Nou, ik denk dat ik hier wel heel blij mee ben, man. Walker products. Yes. Kijk, dit heb ik al zo lang willen hebben, bro. Kijk, een repair kit. Ja, een Walker fuel products. System. Super. Ja. Your first choice in quality products. Nee, maar dat is mooi, hè? Mag ik het even openmaken? Ja, dat is jouw cadeautje. Oh. Weet je wat dit zijn? Koppelingplaten. Ik heb mijn koppelingsplaat gezien. Het ziet er niet zo uit, man. Jawel, man. Nee, serieus. Kijk, dit zijn koppakkingen. Oh, koppakking, dat bedoel ik. Wow. Wow. Ik heb hier een cadeautje voor Milan. Nou, dat klinkt goed. I appreciate you as a brother. Yes, man. You know, since day one. Day one, bro. We are not underscheiden. Yes. Mijn day one was niet jouw day one, hè? No, that's true. But your day one was my day... 488. Yeah. Want ik was nog wel anderhalf jaar was ik even alleen. Klopt. Because you're my big brother and I always appreciate you in this life and in the afterlife. Oh, wow. Ook in the before? And remember the afterlife because it's the hint for this present. Oh. Okay, so open your eyes. Whoa, bro. This is insane. I'm completely in shock. Wow! Hey, you are the best brother of the life, man. I see him in the afterlife and before. This is what you do, hè? Bro, keihard, eerlijk. Ja, dit is hard. Maar dit is wel iets zeg maar, wat je gratis krijgt bij zo'n maandelijks abonnementje. Oh. Oeh. Dan gaan we... Ja, ik dacht, ik geef eerst een kleine cadeau aan Milan. En daarna ga ik het oprecht heel vet. Dankjewel, want Halo is een game waar ik mee ben opgegroeid. Groot mee ben geworden. Wij samen, hè, op de Xbox. Op de Xbox. Oh ja, dat is waar, ja. Op de Xbox. Was wel Xbox. Ja, was Xbox, ja. Maar... ik gaf eerst het kleine cadeautje aan Milan en nu ga ik het grote cadeautje voor Milan openmaken. Nee, maar dit is van Loot Crate. Bro! Is dit hem echt? Bro! Wow! Let's go, man! Wow! Een producer Focusrite. Focusrite. Van audio. Dit is knijters duur, gek. Dit is een soundprocessor. Holy moly! Hoe harder je schreeuwt, hoe meer die loper gaat. Ja. Oh. De vraag is alleen, werkt die? Ja, denk het. Ja. Oh, weer de verkeerde. Verkeerde koppeling. Ik ga deze openmaken. Ja, is goed. Het is mijn lievelingskleur. Ik kom er hierbij staan, schat. Deze is... Oh, bro, ik zei het toch. 2000 ja. euro. Oftewel, in straattaal, 2 doesoe. In this life. En in de afterlife. Ik heb een mooie broek. En die past precies bij jouw outfit. Zo droog. Nice. Ja, die is mooi. Ja, van grap. Mooi broekje, grap. Wauw, binnenbanden. Yes. Maar die zijn wel lek. Waarom? Er zit een gaat aan. Oh, check dit, hoe mooi. Van een tractor. Kijk dan. Sideskirt. Oh, hij weet meteen weer wat dat is. Sideskirt. Wat is dit? Hey.
Van Under Armour. Het is gewoon mooie patas, hé. Wow, hier, check dit, Bas. Dit is echt cool, hoor. Dat is keihard, hè. Die mag je echt houden, hè. Ja, echt? Ja, nee, Stef niet, maar jij wel. Nee, komt goed. Sick. Ik heb nieuwe schoenen voor jou, Stef. Ik hoop eigenlijk nog op meer Pokémon-kaarten, eerlijk gezegd. En die staat in de kleine pakjes. Ja, maar kijk. Oh, zo. Hé. Hey. Milan is ook zo iemand die dat bedenkt om te doen. Heel interessant. Wat ik hier heb is ook heel interessant. Oh, dit is best duur, denk ik. Dit is serieus een muis voor Windows. Zie je dat? Kijk, je kan klikken. Hier staat... Dit is zo'n muis, zie je? Zo. Dat is wel echt een mooie muis. Ja, dat is wel gaaf. Hé, hey, dit is om koorts op te meten bij een baby, of niet? Nee. Oh, wat dan? Wat dan? Dit is een zwangerschapstest. Oh, oh mijn god, wat dacht ik? Koorts van een baby. Zwanger. Hier juist naar mij. Ja, weet ik veel, bro. Ik zie iets wat eruit ziet als een thermostaat. Thermostaat? Oh. Nee. Thermometer. Ja, een thermometer bedoel ik. Ja. Niet een thermostaat. Ja, weet ik veel. Hier, dit is $23, hè. Dat is gewoon een dure zwangerschapstest. Ja, dit zijn er wel meer trouwens. Hé, hey, eerlijk? Zijn maat. Mooi, joh. Nou, best mooi. Keihard, bro. Ga je die aandoen tijdens Fortnite spelen? Ah, oké, okay, cool. Doen we een keer samen, ja? Hi, thank you for the purchase. I hope you enjoy this watch in the best of health. Wishing you and your family enjoy and life for May blessings. Wow! Het zit echt ziek ingepakt. En het doet het zelfs nog. Wat staat er op voor merk? Ja, die moeten we even opzoeken. Een jacket. Ja. Het klinkt heel duur. Ja, dat weet ik. Jacket. Maar ik kan ook, ik kan ook zeggen jacket. Ja, dan denk je moi. Een jacket? Ja, zo. Oh, 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 oh. Zo, deze is groot, maar hij is wel heel licht. Het is een groot, groot pakketje, maar een licht pakketje. Wat is dit, joh? Oh, dit is echt spannend. Oh, joh. Oh, joh, gitaar. Wat? Yo, boys en girl. Sorry. Check wat ik hier uithaal, een gitaar. Zo, kindergitaar. Tiger Electronics, 2007. Ik denk dat dit een hele oude gitaar is van zo'n spelcomputer. Oh ja. Die aansluit op zo'n spelletje. Dit is mijn eerste item dat ik op ga zoeken, ja? Schat, dit horloge. Ja. Is 1800 euro. Nee, hou op. 1800 euro. Nee. Deze persoon heeft het voor 1800 euro gekocht. Echt? En is nooit binnengekomen dan, hè, bij hem. Met dit horloge heb je gewoon al de kosten van de hele car eruit. Wat? Wow, alweer. Oh, hier staat al meteen hoe duur het is. Het is een soepkom. Wow, maar deze persoon heeft $45 betaald voor de soepkom. $61 voor het versturen. En $27 voor de... inklaringskosten. Ja, inklaringskosten. €133 kwijt, terwijl het eigenlijk $45 kost. Ja, maar dat betekent dat dus dat dat een bijzondere soepkom is. Ja. Anders ga je dat niet betalen. Ja, die kan ik niet goed eruit halen, want kijk, er zit weer eentje in. Hier, kijk dan, bro. Hij is wel echt mooi ook. Ja, er staat $45. Ja, hij ziet er ook wel echt mooi uit. Ik vind hem eigenlijk veel duurder uitzien. Ja. Klopt dat wel? Oei, joh. Wat hoorde ik daar vallen? Een edelsteen. Oh, er valt een edelsteen af. Oh ja, die vallen er gewoon vanaf. Hier zit er ook weer een. Of zijn die magnetisch? Nee, die zijn er gewoon vanaf gevallen. Kijk dan. Oh, dat is... De lijm zit hier, zie je hier nog zitten. Maar serieus, als je deze dan zelf lijmt, dus dan doen we die er gewoon in. Ja, zoals we al zei, het worden sowieso koopjes. Alle items die we vinden. Dus als dit $45 nieuw is, en hij is nu een beetje kapot... Nou, dan zou €20 wel een fair prijs zijn. Maar hier moet je soep in stoppen? Ja, ik weet ook niet. Er staat toch wel soepkom? Hier, bruin soep Turin. Oei, joh. Kijk hoe dat eruit ziet. Dat zijn onderdelen. Ik heb geen idee. Ik denk dat het wel hier ergens bij hoort. Ja, dat hoort hier waarschijnlijk bij. Er komt geen einde aan, of wel? Maar op zich, we zijn wel over de helft in ieder geval. Hey, meer potten en pillen. Allemaal supplementen.
Wajo. Check deze. Kersvers, gloednieuw. Kaartje eraan, alles. Dit is oprecht sick. Ja, gewoon gloednieuw. €60. Nice. Gloednieuw. Oké, hier ben ik wel benieuwd naar. Kan weer zo'n soort collectors item zijn. Ja, dat denk ik dus ook. Het is echt super dun. Het is goed ingepakt. Heel vet. Vol beat. Ziet er wel sick uit. Hocus bonus. Limited edition. Dat is altijd goed. 304 van de 3000. Dat is altijd goed, limited edition. Altijd goed. Hier, €37. Woehoe. Staat op bol.com dit. €37. Limited edition, 304 van de 3000. Oeh, limited edition, ja. Ja. Wat een grap. Maar dat is fout geschreven, bro. Wajo. Wajo. Oh, mooi. Dit is toch gaaf? Ja, prachtig. Dit is een duif in peace. Pablo Picasso. Oh, niet Picasso. Oh, dat staat hier toch? Pablo Picasso, Spanish French, 1881. Ja, maar er zijn meer fikkies die hondje heet. Ik denk dat ze dit na hebben gemaakt. Van vroeger. Wauw. 16.500 Japanse yen. Dus we gaan even checken hoeveel dat is, omgerekend met de calculator van de koers van vandaag. Is $127. Wat? $127? Maar het is net wat een gekke voor geeft, hè? En je weet ook niet hoe echt het is, hoe nep het is. En, ja, daar staat hij achterop. Kijk dit. Ja, maar zo'n stickertje kan iedereen maken. Niet zo'n sticker. Nou ja, het is wel helaas zo. Ziet er wel sick uit. Cool, dat gaan we wel bewaren. Hey! Hey! Ik had nooit geloven wat hierin zit namelijk. Enzo, ik weet het. Ik voel het. Heel veel bubbeltjes. Dit is voor mijn zwembad. Voor jouw zwembad? Ja, 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 ik voel het. Oh, dit is leuk. Yeah! Hey, dit is niet zozeer voor je zwembad, maar wel voor je achtertuin. Wow! Ja, dit is fucking vet, bro. Ik denk oprecht dat dit duur is ook. Dit is gewoon een gloednieuw, hè? Wat, doe zo'n gok. Wie dichtstbij zit, mag het houden. Ik denk 150. Ja, ik denk 180. Nee, dit is 400 nog wat. Ja! 220. Mooi, gek. €357. Jij zit dichtstbij. Jij zei 400? Ik zei 400, bro. Wat? Nee, Marvin zei 280, geloof ik. 220? 220, zei ik. Ik zit er dichtstbij! Bro! Niet zo gaan doen, hè? Niet zo gaan doen. Gefeliciteerd, bro. Thanks, bro. Hé, maar als je iets spot, wil je dan een foto maken? Ik ga de hele dag konijntjes kijken. Hey! Ja! Dat is leuk! Yes! Die bouwden we die handen. Ja, dit wilden we serieus nog bestellen. Daar doe je zo je handen in met z'n tweeën en dan krijg je zo'n hand. Ja, we moeten Milans hand nog hebben. Keep shake hands. Nee, we hebben jouw hand nog niet. Ja, dit is volgens mij een pot van €40 of zo. Yes! Oh, wat zit hierin? Hey, alweer! Nog één! We hebben er nog één. Nou, als je in 2 seconden raadt wat het is. Twilight. Twilight. Nice. Is toch gaaf? Hey. Hey, 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 hey. Nee. Nee, hey, 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 hey. Dit meen je. Oh, wat? Ah, hij is leeg. Nee. Ja, Marion deed dit. Toen dacht ik al, hij is leeg. Hé, dit is de Fortnite editie. Stef. Ik speel Warzone. Oh, jij speelt Warzone. Oh, hij is gewoon leeg. Deze verkoper is een scammer. Ja. Oh. Er zit een lege doos op. Ja, dit is gewoon helemaal leeg, ja. Nou. Oh, ik was blij. Damn, man. We zijn bijna klaar, dames en heren. Maya en ik gaan de laatste spulletjes openmaken. Ik ben benieuwd. Go. Hey. Wow, wat is dat? Ze lijkt een brillenkoop. Saint Laurent. Hoe zeg je dat? Saint Laurent. En het is nieuw. Ja, what? Dat is wel veel. Oh, het is een normale bril. Wat sick. Hier staat ook precies. Of blue light lijkt het zelfs. Kijk dan, er zit van het blue light in. Zie je dat? Wow, dit is echt wel een duur brilletje hoor, Saint Laurent. Saint Laurent. Wow, deftig. Deftig. Mooi rood is niet lelijk, hè? Zeker niet. Dat is wel een vrouwenbril, hè? Ja. Zo, maar ik denk wel dat dit veel waard is, hoor. Dat denk ik ook wel, ja. Er zit geen sterkte in. Nee, dus het top. Is echt een computerbril, zeg maar. Nou, laten we hier maar in doen. Ja, ook een briefje erbij, dan staat precies wat voor type en alles. Dus... even weer dit eromheen. Oh, dat is echt perfect. Zo in het kokertje. Dit is een goede vangst weer, dames en heren. Oké, gaan we een groot pakketje maar eens openmaken. Wow! Check dit!
Wow. Dat is geniaal. Wat is het? Dat is echt geniaal. Dat is Scream van die film. Ja, maar wat is het? Wow, en ja, daar gaat gewoon batterijen in. Drie AA batterijen. Hier staat. Ja, maar ik denk dat het zonde is om hem open te maken. Ja, ja, ja. Number series. Er zijn dus 100.000 van gemaakt. Oh ja, nummer 46.995. Nou, leuk. Ik denk als je deze opzoekt dat je nog best kan schrikken hoe duur die is. Oh, staat op Amazon currently unavailable. Ja. Oké, de laatste. Eén van de laatste. Ja, we pas hebben er nog vijf. Oh, dit is weer een onderdeel. Dit is echt een live ding. Ja? Ja, 60 keer zoom. Ik kan vanaf hier 300 meter of 200 meter verderop kijken. En dan zie ik gewoon het telefoonnummer op zo'n Dixie-toilet staan. Echt? Ja, het kenteken van zo'n vrachtwagen. Het is echt een lijp ding. Het is echt een lijp ding. Moet je maar eens gaan kijken. Ja, hij is ook echt duur, bro. Ik heb hem al helemaal scherp gesteld. Als je nu daarin gaat en je gaat zo erin kijken. Dit is echt een vet ding, hoor. Ik wist ook gewoon dat Milan dit leuk zou vinden. Ja, je moet... Je hoeft hem waarschijnlijk niet meer zo scherp te stellen. Oh, ik zie die scooter rijden. Ja, dan, als je iets naar rechts gaat, ja. En je ziet zo'n vrachtwagen, dan gaat hij scherp. Ik zie de Dixie. Ja, zie je dat nummer wat erop staat? Moet je daarheen filmen. Je ziet gewoon niks. Je ziet dat hele toiletdingetje daar, zie je niet. Ja, je ziet, ja. Zie je dat, zag je het nummer? Die Dixie nummer, ja. Wat was het nummer dan? Ja, dan moet ik even goed kijken. Wat een vet shot dit zo. Lijkt net of je een sniper bent, bro. Bro, ik wou net. Ja. Wow, dat ding is knijt dus goed. Zie je, ik geloof er niks van. Wil je eens? Ra, ra. Ja, vet man. Maar je kan ook op een statief zetten. Ah, dit is echt een leid ding, man. Wow. Twee pakketjes in één. Spannend, zeg. Hé, hey, DVD's. Hé, hey, Dragon Ball. Wow. Dragon Ball Z. Geniaal. Wow, een complete set. Ja, dat is wel dat leuk. Dat is keihard. Oh, dat is serieus ook wel wat waard. Check hoe vet. Dat is echt sick. Heel nice. Ja, nummer 1 tot en met 10. Oh, dat is echt keihard. Wat is dat? Dat, joh? Ik wil speelgoed voor een hond. Oh, is dat zo'n speelgoedding? Ja! Oh, dat lijkt wel voor een bureaustoel. Oh ja, maar nee. Kan je helemaal zo uittrekken dit. Een pion. Ja. Oh, dat is een verrekijker, Milan. Wij hebben er ook één. We hebben ook een verrekijker. Maar er staat hier serieus $106 op. $106? Ja, dat moet dan ergens voor zijn. Wat is dit? Oh, dit is weer een crampje. Wil Milan naar de kantine komen? Hé, hey, maar dit is volgens mij iets van bodycrem. Oh, ik wou zeggen, dan is dit uit Den Bosch het laatste, maar die grote is het die laatste. Die grote hebben we nog. Die is wel echt leuk. Maar hier zit gewoon dat gereedschap in dan, toch, denk ja, ik? Ja, dan zou ik gewoon die doos heel laten. Ja, we laten gewoon die doos heel, want dit item zit hier serieus in. Wow, dan wordt dit het laatste item, dames en heren. Oh nee, hier nog. Hey! Keihard. Essex. Check dan. Wop, wop. Nou, die kan je prima verkopen, hoor. Ja, die zijn nice. Zijn gewoon goede hardloopschoentjes. En dan nu, dames en heren, het allerlaatste pakketje. Ik vind even dat we even Rutger, Milan, even erbij. We gaan met z'n allen dit laatste, niet pakketje, want dan maak ik er weer een verkleinwoord van. Want dit is wel echt, met de caps lock aan, een pakket. Ja, zeker. Dus we gaan de laatste pakket openmaken. Milan, leg die verrekijker weg. Milan Knol. Ja, ik zat te denken, ik hoef hem niet meer. Nee, ga je hem verkopen? Nee, ik ga hem denk ik zelf cadeau geven aan opa. Ah, tuurlijk. Ga jij er met het cadeautje ervan door. Dit is het meest sikke wat ik heb gezien in mijn hele leven. Nee, echt? Wow. Oh, dit zijn onderdelen. Nee. Dit is... Pure art. Dit is een standbeeld. Hoe weet je dat? Er staat pure art. Dat is pure kunst. Ja, maar dat kan toch ook een schilderij zijn? Nee. Een schilderij in een vierkant? Wat denk jij nou weer? Oké, daar gaat ie. Standbeeld. Voor in de badkamer. Voor een Miron. Spiegel. Oh, ik ben zo enthousiast. Deze. Wow. Zo. Yo. Op de kop. Fuck. Schudden. Fuck. Haal hem op de kop. Zullen we hem omkeren? Ja, we kunnen hem hier open doen. Wow. Wow. Diepschuim. Zullen we op de kop doen? Bro, dit is Assassin's Creed. Ja, dit is Ubisoft. Holy shit. Maar dat kan toch niet? Holy shit. Dit is Ubisoft. Oh, ik moet er weer omdraaien. Ja, ik wou net zo hard draaien. Oh, maar dit is sowieso kapot duur. Misschien is het wel kapot. Oh, bottom. Ja, bottom. Andersom dan, lul. Nee, dit is bottom dan. Oh ja, dat kan ook.
Dat is goed. Ik denk, hij moet liggen. Hij moet liggen, ja. Top. Oh, ja. Het is wel goed dat wij dit niet met z'n tweeën doen, inderdaad. Mac open. Wow, dit is sowieso vet, man. Ja, dit gaat zo... Wow, gamers onder elkaar. Ja, toch? Denken jullie dat het is? Dit is magie. Zie je de alle flitsen? Wow. Wow. Dit is een... Zo. Dit is een heel lijp kunstwerk. Holy moly. Dat je in elkaar moet zetten. Ja, er zitten allemaal onderdelen bij, hoor. Ja, pas op, joh. Je gooit er gewoon weg. Wow, dit is de 169 van de 1500. Dit is Animus Altaar. Zie, dit... Dit is Assassin's Creed! Ja. Dit is authentication nummer 169! 69! 169 van de 1500. Hoe kan dat hier terechtkomen? Bij ons? Dit moet je niet openmaken. Nee, we moeten... Kijk hoe mooi dat is. Maar nu gaat mijn gamerhart kloppen. Kijk hoe sick dit is, hé. Maar wacht even. Ja, ik wil die onderkant nog even kijken. Die heb ik ook al hier los. Die heb ik al los. Ja? Ja, alleen deze kant. Nog sneller aan de andere kant. Andere kant ook. Neem geduld. Even niet stressen nu. Kijk dan. Wow, kijk dan. Holy moly. Why, yo. $800 hoor ik net. $800? $800? Bro, maar dat is... Zelfs... Dat is gewoon meer waard. Dan wil jij hem niet hebben, bro. Bro, dit is toch fucking lijp. Oké, ja, dan is hij voor jou, hoor. Ik koop van je. Nee, maar dat ik doe een bot, €5. Is goed. Je hebt verkocht? Nee, sick. Ja, ik zit met die doos. Oh ja. Toch? Nee, maar je wil officieel voor beeld. Het is nu voor mij. Bro, heb je hem vast? Ja, heb hem. Is goed. Yes, wil je hem echt hebben? Ja, bro, wat denk je zelf? Ja, ik weet dat Milan serieus Assassin's Creed fan is. Ik heb al die beeldjes. Ja, dit is wel echt super lijp. Oh, joh, joh, jij komt thuis met iets? Nee. Hey. Pak hem maar. Wow. Hij is heel zwaar. Nee, die moet je in elkaar zetten. Nou, ik vind echt serieus dat we zulke mooie dingen hebben. Ja, ik ook. Ik denk echt dat we heel veel geluk hebben. Sick, bro. Echt gefeliciteerd. Ben je serieus dat ik dit mag? Ja, serieus. Hier, die certificaat en de dik en zo goed bij elkaar houden. Ja, heel dik. Thanks. Oké. Dat was sick. Ik ben zo blij hiermee, bro. Ja, dit is super sick. Wow, yo. Oh, sorry. Sick. Echt sick dit. Alsjeblieft, bro. I got you. Weet je toch. Dankjewel. Top is dit, hè? Zoals jullie zien, alles is op dit moment opengemaakt. Hier liggen alle grote dozen. Was wel jammer van die Nintendo Switch, Fortnite. Maar we mogen verder echt niks erover zeggen. Want wat we hebben gevonden is knijtersdik. En nu ga ik mijn best doen om alles nog verder te verkopen. We gaan even de boel opruimen, in orde maken. Hier zie je dus echt alle items die we uiteindelijk hebben gevonden. De Pokémon kaart dus, de Kobe Bryant, de ijshockey puck. Die wil ik trouwens heel even vasthouden wel, dat is wel echt sick. Wajo. Made in Slovakia. Oh, dat is ook echt sick, hè? Dat is echt een bijzondere item. De million dollar bill. Yes. Ja, dit is echt sick. Dit is echt super mooie items allemaal. Echt heel erg blij mee. Wow, dat had ik niet door. Ik dacht dat hij het niet door had. En in één keer deed hij dat. Echt bizar. Wat een gast. Zo fijn. Hij wist gewoon al dat we aan het filmen waren. Ja, 100%. Hij wist al in de spiegel. Nou, in ieder geval, het was echt superleuk. Het was echt superleuk. En sowieso, dikke shout-out naar Rutger voor het fixen. Check even zijn website in de beschrijving, jouwveilingen.nl. Ik heb daar eerder mee samengewerkt. Echt vaak trouwens. Ook toen met de veiling voor Oekraïne. Daar hebben we zijn site gebruikt om alle spullen op te zetten. En om te veilen. Dus het was echt top. Dus daar ben ik echt super blij mee. En dat is gewoon echt een hele aardige gast. Stef ook. Dus echt tof. Dus als jullie meer van dit soort filmpjes willen, zou ik zeggen, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor dit soort vette content. En dan gaan we proberen om meer van dit soort spulletjes te kopen. Tenminste, dozen, pallets. Om dan uiteindelijk uit te pakken. En als er iets nog ergens verkocht wordt, sowieso dus wat ik al zei in de beschrijving, of vindt het. En andere spulletjes en zo, dat zal ik later ook wel online zetten. Maar dan zal ik dat nog even delen met jullie. Dames en heren, onze nieuwe Guilty Pleasure. Een wok. Lekker wokje gehaald. Mijn doet het altijd zo lekker op een bordje. Ziet het eruit alsof je het zelf hebt gemaakt. Maar ik heb het nog lekker hier in het bakje zitten. Je hebt elke keer saté. Ja, elke keer. Pindasaus. Ik vind het zo ongelooflijk lekker. Dus we gaan even lekker smikkelen. Lekker.
Zo, dames en heren, dat was het voor vandaag. Ik heb nog even een avondje doorgebracht hier in de studio, in de Knolhol. Zo heb ik het lang niet genoemd trouwens. Het was heel erg nice. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Vandaag was echt fantastisch. Het was echt heel erg tof. Dus ik denk dat het zeker wel vaker gaat gebeuren. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik zie jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.